dit was altijd een veldje waar je vrij weinig mee kon. Ja, toen zijn we in contact gekomen met de gemeente, met Moerad onder andere ook. Andere bankjes erbij gekregen. We hebben een lantaarnpaal gekregen, dat we hier ook 's avonds kunnen zitten. Ja, inmiddels is het hek ook vervangen weer. Ja, het is gewoon echt een mooie plek geworden op deze manier. Voordat ik hier kom, heb ik geleerd hoe ik honden kan lezen, hoe ik vossen kan corrigeren. Ja, dat is heel erg fijn. Daar voelde ik mezelf ook sterker bij om dat te doen. En daarom kom ik hier graag. In december is mijn vader overleden. Mijn moeder is niet in staat om op dit moment voor de hond te zorgen, dus de hond is naar mij toegekomen. En ik ben hartstikke blij dat ik hier terecht kan komen. Omdat hier kan ik de hond vrij laten lopen. De hond leert sociale vaardigheden en ik kom ook voor de verandering in contact met de wijk waar ik woon. En daar ben ik de mensen hier en de gemeente heel dankbaar voor. It doesn't matter what language we speak, what dog we have, klein of groot, everyone is there for each other. And I think that's what keeps me coming back. So thank you for making the greatest field in Passewaaij.